Mozzarella uit Grote Gast. Een op- en top Gronings product, maar gemaakt met Italiaanse passie. Ja? Oh, lui hier. Dat is cosa mia. Hallo, del baffo. Een stalletje komt op. Honderden kilo's verkoopt de kaasmakerijen wekelijks van. En niet alleen aan liefhebbers uit de provincie. Ook het restaurant van tv-kok Jamie Oliver in Amsterdam heeft de kaas ontdekt. Ze hebben onze bedrijven bezocht en ze vonden het, dat wij een goed product hadden. En ze hebben interesse bij je. Als wij allemaal klaar zijn, zullen we hen ook gaan leveren. Dat het zo storm loopt bij Bianco komt met name doordat hij melk gebruikt van eigen buffels. En sinds het dioxineschandaal in Italië is de verkoop van de kaas helemaal gestegen. Toch is er nog wel eens wat verwarring. Nou, de mensen die spreken ons aan. Die denken, hey, is jullie mozzarella ook goed? Alleen het is moeilijk om, kijk, mozzarella is een product die 100% uit Italië komt als naam. Wij moeten daar tegenaan vechten. Dat zegt nee, onze mozzarella komt uit Nederland, uit Gun. Dat is wat wij nu proberen de mensen duidelijk te maken. Dat wij een product hebben die volledig 100% Nederlands is. Italiaan of niet? Zelfs voor Luigi gaat er niets boven de Groningse mozzarella. Iedere moeder zegt dat zijn eigen kind het mooiste is, toch? Ja, ik vind onze mozzarella lekkerder dan daar, maar dat is mijn mening.